Op 10 september 2011 bestaat de vrijwillige brandweer van IJsselstein 100 jaar. Om dit te vieren organiseert de brandweer een optocht van oldtimers. Onder de oldtimers bevinden zich handgetrokken voertuigen alsmede de stoomspuit De Vecht, welke sinds de oprichting in bezit is van de brandweer IJsselstein. Hoe was uw rit op de brandweerwagen? Ja, heel mooi. Het is heel bijzonder om op zo'n hele mooie stoomspuit mee te mogen rijden. Te meer ook omdat hij 100 jaar geleden echt in IJsselstein heeft gereden. Toen de brandweer hier begon, hebben we die stoomspuit gekocht. Ja, dat is wel heel bijzonder. Het is echt de historie van IJsselstein. Hoe is de dag voor u vandaag? Ja, helemaal geweldig. Ja, mooi kunnen we het niet hebben. Heel mooi weer. Een hoop enthousiaste toeschouwers. Ja, fantastisch. Wat betekent dat nu voor u, 100 jaar vrijwillige brandweer? Ja, dat we laten zien, hè, dat 100 jaar brandweer IJsselstein bestaat. En we pakken groots uit. We hebben de hele maand activiteiten waarvan deze er één is. Welke activiteiten zijn er nog meer? We hebben de hele maand in de kazerne nog een tentoonstelling van 100 jaar brandweer IJsselstein. Met als klapstuk de stoomspuit. Misschien zien jullie hem achter mij draaien. Hij draait daar. Die staat de hele maand nog in onze kazerne met nog wat andere attributen. Plus dat wij 1 oktober de landelijke jeugdbrandweerwedstrijden mogen organiseren nog. En we zijn vorige week begonnen met een open dag. En volgende week hebben we nog een feestavond voor de vrijwilligers zelf. Maar dat staat voor genodigden. Wat betekent 100 jaar vrijwillige brandweer voor u? Nou ja, het is natuurlijk al een hele mooie mijlpaal. Niet alleen 100 jaar brandweer IJsselstein, maar ook nog 50 jaar jeugdbrandweer IJsselstein. Dus het is voor het korps denk ik een hele mooie dag en een hele mooie maand om dit te mogen organiseren. Dus betrokkenheid, enthousiasme van het korps. Maar ook de reacties van de inwoners uit IJsselstein. Ik denk dat boekdelen spreekt. En burgemeester, wat vindt u van de opkomst? Ja, het is heel goed. Het weer werkt ook mee. Hè? Maar IJsselsteiners laten zich ook door een beetje regen niet tegenhouden. Ja, het is gezellig. Je ziet het achter ons. Het loopt de hele dag nog door. Tot 4 uur kunnen mensen hier de mooie brandweervoertuigen komen bekijken. Ja, en het past in de traditie die we in IJsselstein hebben. Als we wat te vieren hebben, doen we het goed. Ja, hoe belangrijk is het dat we een vrijwillige brandweer hebben? Ik vind het heel belangrijk. Het zijn allemaal betrokken mensen uit de eigen gemeente. Ja, die voor de gemeenschap wat kunnen doen. Hoe kan ik me aanmelden als vrijwilliger? Nou, ik zou zeggen bel mij of bel Marco, maar loop gewoon binnen bij het gemeentehuis. Ook via de website van de gemeente IJsselstein is het altijd wel een telefoonnummer wat je kan bellen. Want het is, het is wel iets wat echt een belangrijk deel van je leven gaat uitmaken. En niet alleen van je eigen leven, maar zeker ook van het gezin waar je in zit. Want het is echt om het in slecht Nederlands te zeggen, brandweer zijn is een way of life.